In de haven van Rotterdam zijn studenten druk bezig om in 36 uur een concept te bedenken en te maken voor een drijvend onderkomen dat zelfs in de armste landen mensen een veilige verblijfplaats biedt. Welkom op de 36 Hour Challenge. Dit is een challenge voor studenten van de TU Delft, de Hogeschool Rotterdam en de Wageningen Universiteit. En zij hebben dit weekend gewerkt aan prototypes voor drijvend bouwen. Dit zijn prototypes die uiteindelijk in Indonesië gelanceerd moeten worden voor de sloppenwijken daar die soms overstromen. We hebben een modulair systeem bedacht waarbij je huizen, woningen en andere equipment kunt laten drijven. En die modules die bestaan uit verschillende hoeveelheden drijfbaarheid, om zo maar te zeggen. En naarmate de benodigdheid kun jij de hoeveelheid buoyancy aanpassen. Die worden beoordeeld door een jury. Die gaan kijken naar natuurlijk of het blijft drijven, dat is het allerbelangrijkste. Maar ook denken ze alvast na of er bijvoorbeeld een businessmodel in zit. Want dat is stap 2. De 3 winnende teams van vandaag die kunnen de komende maanden een businessmodel uitschrijven, een haalbaarheidsonderzoek doen en een instructable maken van een prototype. Zodat ze dit kunnen lanceren in Indonesië. En de winnende team van deze tweede ronde die kan uiteindelijk ook deze reis winnen en daar hun concept lanceren. Het is dus niet de bedoeling dat studenten gewoon wat moois bouwen en het daarbij laten. De organisatie werkt eraan om de kennis die studenten vergaard hebben bij de mensen terecht te laten komen die er het meest op zitten te wachten.